Hallo, lieve vrienden, hoe is het daar? Ja, ik weet eigenlijk nog niet hoe het hier is. Het is een beetje vroeg. Ik ben nog niet helemaal wakker. De vraag is natuurlijk, wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons eigenlijk met je opgestuurd? Laten we eens kijken. Beetje last van de keel. Flessen drinken. Dit zijn flessen vitamine drink. Vitamine drink? Vitamine drink? Wat de hel is vitamine drink? Rijk aan B5, 6, 8 en 12. Albert Heijn, limoen en lychee smaak. Vitamin Well Reload. Vitamine B en D en magnesium en zink met de smaak van citroen en limoen. Maar deze ziet er allemaal wat duurder uit. Dit is natuurlijk goedkope meuk weer van Appie. Dan heb je hier een grote fles vitaminewater. Jezus, ik ben bijna dood. Vitaminewater. Citroen cactus smaak. Gadverdamme. Met vitamine C en vitamine A. Hé? Dus hier zit vitamine A en C in. Hier zit B en D in. En magnesium en zink. En hier zit heel veel verschillende B in. Waarom maken ze niet een vitamine drankje waar alles in zit? He? Want nu moet je deze voor de A en C. En dan moet je deze dan weer voor de B en D. En deze zou ik gewoon helemaal niet drinken, want het is goedkope meuk. Maar dan heb je wel alle B's van de wereld binnen. Maak één drankje, jongens, met elkaar waar al die klote vitamine in zitten. Probleem opgelost. Maar nu moet je die en die drinken. Nou ja. En waarom zou je überhaupt iets moeten drinken voor vitamine? Ik had een beter sinaasappeltje nemen. Ik heb hier heel veel vragen over. Het is niet leuk, Ahmed. Ja, dit zijn toch de dingen waar... Nee, dit zijn niet de dingen waarom ik het doe. Dit zijn de dingen waarom ik s'nachts wakker lig. Dat ik denk, vitaminewater. Welke halve zo heeft dat nou bedacht? En dan lig ik maar te overpeinzen. En dan word ik wakker met zo'n stem. Nou, zijn we blij? Dit is op volgorde van kosten. Kost geen reet, kost een beetje, is wat duurder. En altijd als het wat duurder is, dan hebben ze wat langer. En van de wuftwijf achter een computertje een logootje laten maken. Want dan ziet het er opeens leuk uit. Nou, sushi kennen we. Dat is als je de Spa rood bestelt, krijg je sushi op het terras. Ook doodmoe van. En de Albert Heijn huismerk, ja, die maken van alles goedkope huismerktroep. En naast dat het allemaal vitaminewater is, zie ik nog een overeenkomst. Citroen. 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 Ja, hier hebben ze dan lychees bij gesmeten. Dat zijn die verschrikkelijke kleine rotvruchtjes met het harde velletje, met het harde dingetje. En heeft een enorme dikke bittere pit erin. Geen pil, pit. Godverdomme, pit. En dat heb ik al vaker gezegd, een lychee. Hè? Dan krap je dan open en dan zit dat dingetje onder je nagel. Bloed je bijna dood. Verschrikkelijk klote vruchtje. Overgewaardeerd klote vruchtje. Dit is dan citroen met cactus. Weet je, ik wil niet heel aardig zijn, hoor. Maar ik heb helemaal geen behoefte om een cactus te drinken. Ik zou wel een beetje negatief wakker zijn geworden. Maar je wordt er niet wakker, denk je, godverdikke, ben je wegtrekken net. Een slokje cactus. En de dure, die hebben er alleen citroen in gegooid, die hadden niks anders. Statiegeldfles? Er zit allemaal statiegeld op tegenwoordig. Och, wat erg. Oh, ik moet altijd zo heel veel meenemen. Want ik moet altijd de papier scheiden en plastic scheiden en gewoon afval. En oh, statiegeldflessen. En dan moet ik nu ook weer plastic flesjes meenemen. Ik word er doodmoe van. Maar goed, genoeg gezeurd. Laten we proeven. Ik begin wel bij de goedkope. Vitaminewater van de Appie. Limoen met lychees. Het smaakt inderdaad helemaal niks. Maar het smaakt... Nou, het is niet waar. Het smaakt wel naar wat. Naar die gore lychees. Maar het smaakt voor de rest niet naar limoen. En ik vraag me af wat hierin zit. Er zit heel veel suiker in. En nog fructose stroop.
Ja, precies. Dus het is gewoon heel veel suikerwater en daar hebben ze een spuitje vitamine B in gepleurd. Niets onthouden. Vitamine water van de sushi, cactus, vitamine C en A. Ik heb hier al de B's gehad. Ik doe nu even de C en A. Nou, ik weet nu ook gelijk hoe een cactus proeft. Gewoon lekker laten staan. Je hoeft ze ook niet eens water te geven. Je hebt er helemaal geen last van die dingen. Maar gewoon laten staan. Hoef je niet in een drankje te doen. Kijk, wat, hier proef je een beetje die bittere pit. En hier proef je een hele rare smaak. En dat zal wel een cactus moeten zijn. Ik zou niet weten hoe het proeft. Maar als het zo proeft, gewoon lekker in het potje voor het raam. Nou, dan hebben we hier de Vitamin Well Reload. Dat heeft iemand heel moeilijk gedaan met allemaal Engelse termen. En wat zit hier? Vruchtensuiker. Bronwater, vruchtensuiker. En allemaal vitamines. Nou, leuk. Ja, dit is citroenwater. Ik weet niet of je dit koopt dat je heel blij bent, want het is best wel, denk ik, een duur flesje vergeleken met die droep. En dit is gewoon, ja, citroenlimonade. En er zitten dan vitamines bij gegooid. Waar deze niet te zuipen is, deze ook heel erg vies. Is deze prima? Ik denk dat als jij lekker aan het sporten bent en je bent een beetje aan het zweten en je bent een beetje uitgedroogd en je neemt een paar slokjes hiervan en je denkt, nou, het gaat wel weer. Ik denk niet dat je een paar slokjes neemt en je denkt, god, vrie, wat lekker. Ik denk dat je denkt, citroenlimonade. En dat verkopen ze dan voor heel veel geld in een heel stoer flesje met statiegeld erop. En dan, ja, dan ben je heel wat, maar het is gewoon citroenlimonade met een spuitje B en D, magnesium en zink. Slaat helemaal nergens op als je het mij vraagt. Tijd voor de cijfertjes voor de vitaminewater. Ja, ik ben negatief wakker geworden. Geef het eerlijk toe, beetje chagrijnig, beetje moe, beetje pijn in mijn keeltje. Ja, daar moeten producten dan onder lijden, dat snap ik wel. Alleen ik denk zelf, als het nu niet zo vroeg was en ik geen pijn in mijn keeltje had, dat ik, laten we zo zeggen, ook niet zo positief was over vitaminewater. Want ik vind het onzin. Ja, misschien ouderwets. Maar neem een kiwi. Eet gewoon een kiwi. Heb je ook je vitamintjes binnen. Vitamine drink. Limoen en lychee smaak. Waarom dan vitamine drink dan in het Engels moet. Maar de rest niet. Maar zonder kunstmatige smaakstoffen. Is niet te zuipen. Ja. Lychees zijn een verschrikkelijk overgewaardeerd stukje fruit. Dan moet je helemaal niet in je drankje stoppen, dan wordt het bitter van. Had dat gewoon bij citroen gehouden. Dan had je gewoon kunnen concurreren met dit flesje. Maar dit is niks. Nee, dit is gewoon niks. Deze krijgt gewoon een 4. Nou, dan heb je zo'n sushi cactus. Ja. Ik snap het niet. Ik vind cactus heeft een beetje een poepsmaak. Hij heeft eigenlijk gewoon een beetje een poepsmaak. En ik zou zeggen, als je dan toch graag een plant, wat een cactus is, in een drankje wilt houden, neem dan een lekkere plant. En niet een plant die naar poep smaakt. Dat heeft helemaal geen zin. Deze, dat is een 5. En de Vitamin Well Reloaded. Leuk bedachte naam. Die krijgt een 6. Want dit is gewoon goed te drinken. Het is gewoon een lekkere citroenlimonade. Maar moet je dat nou kopen voor ik weet niet hoeveel geld? Omdat er een van de muts een leuk etiketje heeft gemaakt? Nee. Nee, want het is duur. En het is citroenlimonade. Met wat vitamine. En als je dan die hele fles opzuipt, dan zit je nog steeds niet aan je volledige vitamine. Dan heb je 50% van de vitamine B12 binnen. Als je die hele fles naar binnen jakkert, dan moet je godverdomme nog een fles nemen. Nou, tot zover de vitaminewater. Onzinproduct. Allemaal uitschappen. Totaal onzin.